Welkom Emma Branderhorst in het interview. Welkom. Een interview met de ambassadeurs van Filemon Filmfestival. Zij hebben jouw film Vlekkeloos gekeken en hebben een paar vragen voor jou. Geniet ervan samen. Dankjewel, leuk. Hallo Emma. Wel, toen wij jouw kortfilm hebben gezien, waren wij eigenlijk... Het kwam best wel binnen, omdat het voor velen van ons ook heel herkenbaar was. En we merkten dat we bij de brainstorm na jouw film te hebben gezien, in plaats van direct zo vragen begonnen voor te bereiden, dat we eigenlijk voelden dat we al direct in actie wouden schieten op vlak van taboe, omdat jouw film vooral een thema rond... een taboe. Boe-thema bespreekt. Dus wij waren al direct van, oh ja, we zouden dat op school kunnen doen en dat. Dus dat was super fijn, dankjewel daarvoor. Maar natuurlijk hebben we ook wel vragen, omdat we ook heel nieuwsgierig zijn naar nog veel extraatjes rond de film. En ik denk, Zelda, zij gaat als eerste een vraag stellen. Oké. Hoe kwam je op het idee om deze film te maken? Ik kwam op het idee omdat in mijn werk ben ik eigenlijk altijd vooral heel erg bezig met problemen die er wel zijn, maar die je nog niet zo goed weet dat die er eigenlijk zijn. Dus die wel een beetje in de maatschappij zijn, maar die je niet echt ziet. En toen wilde ik een film maken over eigenlijk menstruatie bij jonge vrouwen, omdat wat jullie zeggen van dat jullie het herkennen. Ik ben straks ook benieuwd als wedervraag aan jullie, hoe jullie het dan herkennen. Maar wat ik heel erg had toen ik jong was, dat je heel erg eigenlijk schaamt voordat je menstrueert of dat je als je ongesteld bent. Dus dat wilde ik toen eigenlijk vertellen in de film. En toen ging ik onderzoek doen, want ik doe altijd heel veel onderzoek voordat ik een film maak. En toen ging ik een krantartikel lezen en daar stond eigenlijk in dat er dus ook menstruatiearmoede was en dat het heel erg veel was in Amsterdam, waar ik vandaan kom. Toen dacht ik, hoe kan dat, joh? We leven in zo'n rijk land als Nederland. En hoe kan dat zo'n groot probleem zijn? En toen heb ik me daar eigenlijk verder in verdiept. En toen kwam ik erachter dat dat dus wereldwijd een groot probleem is. Maar het is dus een beetje gaandeweg ontstaan. Dus het was niet meteen dat ik dacht, ik wil daar een film over maken. Maar toen ik ons dus onderzoek ging doen, toen dacht ik opeens, wow, dit is eigenlijk wel een heel belangrijk thema. Ja. Want Mette, jij zei net... van dat jullie het allemaal heel erg herkenden. Want in welke zin was dat dan, als ik vragen mag? Ja, ik herken het wel op het vlak van... als je zelf je maandstonden hebt of zo... en je hebt niks bij, aan wie ga je dat dan vragen of zo? Maar zelf heb ik ook een vriendin die dat heel moeilijk vindt... om te betalen enzovoort. En ik herkende het eerder wel in haar wereld of zo. Van... Ja, dat het wel gewoon... Ik vind het ook heel raar dat je als je naar openbare toiletten gaat of zo, dat het daar niet te vinden is. Dus als je daar dan alleen bent... Ik herkende wel zo de schaamte of zo bij vele mensen, terwijl dat wel iets heel normaal is of zo. Ja, precies. Ja. En, ja. Niet meer. Nee, zeg maar. Kom jij maar. Ik vond het ook heel mooi dat... dat heel echt was of zo. Je schuwde nergens van weg of zo. Het werd ook niet verbloemd of zo. Het was heel realistisch. Wat ons ook heel erg opviel, was het kleurenpalet en de kleuren die je hebt gebruikt. En we hebben ook een aantal vragen over hoe de film eigenlijk tot stand is gekomen. De scènes leken heel erg gepland, want in elk shot was zo'n subtiele manier om veel informatie te steken, zodat we het personage en de situatie heel goed leerden kennen. En kan je ons uitleggen hoe het werkproces zat om het zo te schrijven? Ja, dat is een hele goede vraag, want dat is inderdaad wel grappig. Dat is een grappige vraag, want had ik... ook nog een hele rol van de moeder zat er eigenlijk nog helemaal in. En nog een hele lijn met het zusje. En dan eigenlijk ook nog een lijn op school. Dus dat zij eigenlijk heel veel school mist.
Maar dus dat heb ik allemaal gedraaid. Dat hebben wij allemaal gefilmd. En toen kwamen we er eigenlijk in de montage achter van dat het veel te veel informatie was. Dus eigenlijk de lijn die we echt moesten voelen was gewoon haar, haar ongemak en haar schaamte en haar reis naar het vinden van deze tampons. En ja, gewoon die weg. En toen hebben we dat er allemaal uitgehaald. Dus ik vind het grappig dat je het zegt, want we hebben gewoon geprobeerd om echt alleen maar haar verhaal te vertellen zonder alle randvoorwaarden. Mm-hmm. Maar dat was in eerste instantie niet het plan. Dus dat is, en ik denk wel, als misschien een technisch antwoord is qua cameravoering, hebben we geprobeerd om echt alleen haar beleving te vertellen. Dus ook op het moment dat ze bijvoorbeeld in de voedselbank is, hoor je ook een andere vrouw praten die dan zegt, nee sorry, ik heb nu geen tampons. En daar hebben we ook allemaal tegentakes op gedraaid, maar ook in de montage besloten van, nee, die gaan we allemaal niet gebruiken, want het voegt eigenlijk niks toe aan haar beleving. Ja. Ja, en vind je dat dan niet moeilijk of zo? Als je daar zo toch wel voor hebt gewerkt, om het dan weg. Ja, dat is het allermoeilijkste. Ook omdat het allemaal hele goede acteurs waren die dan allemaal daarin speelden. En die moet je dan ook opbellen van, hey, sorry, je bent uit de film geknipt, bla bla. Ja, ja. dus ja, dat is super moeilijk. Maar dat heet dan Kill Your Darlings in filmtaal. dus ja, die heb ik allemaal gekild. Ja. Okay. En wat wordt er geschreven in samenwerking met de scenarist? Wat zei je, sorry? Wat wordt er geschreven in samenwerking met de scenarist? Nou, eigenlijk alles. Dus ik heb het idee bedacht. Toen ben ik naar haar toegegaan. Toen ben ik gaan researchen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een tijdje bij de voedselbank in Amsterdam meegelopen. En verschillende mensen geïnterviewd. En vervolgens met al die informatie ga ik dan naar de scenarist. En dan gaan wij samen eigenlijk aan de slag. En ik werk wel altijd zo dat ik de scenarist altijd echt laat schrijven. En dan ga ik daar weer overheen. Want ik ben niet heel goed in dialoog en zo schrijven. Dat is niet echt mijn sterkste kant. Dus daar zijn mensen heel goed in. Dus, en ja, dus ik denk dat dat alles wel... Is dat een antwoord op je vraag? dat alles wel... geschreven wordt in samenwerking met de scenarist, ja. Mm-hmm. Had u ook al een idee voor ogen hoe dingen in beeld gebracht moesten worden voordat u de film begon te maken? Mm-hmm. Nou, ik moet zeggen, ik ben niet een hele erg goede beeldregisseur ook. Dus ik ben altijd vooral, ik zie dat altijd een beetje als twee dingen. Dus ik heb een hele fijne cameravrouw die dat met mij deed. En ik ben vooral altijd heel erg bezig met het verhaal en hoe de karakters zich ontwikkelen en dat soort dingen. Maar ik had wel heel duidelijk in mijn hoofd van dat het heel echt moest zijn. Dus dat had ik dan tegen haar gezegd. Haar naam is Meerte en zij is een hele fijne DOP. En ik zei tegen haar van, alles moet echt zijn. Dus ik wil geen scènes, geen Hollywood gevoel. Maar alles moet echt heel echt zijn. En dan heb ik met haar bijvoorbeeld gekeken van, oké, welke lenzen passen daar dan bij? En hoe zet je je camera dan neer? Wat voor kleuren? En bla bla. Ja. Dus dat is allemaal gaandeweg. Maar ik had wel een beetje in mijn hoofd van, realisme is het voor mij het allerbelangrijkste. Ja, we hebben dat ook eigenlijk allemaal opgemerkt. Dat het heel realistisch was. En daarom kwam het ook heel erg binnen. Ja, het schuwde echt net iets van af. Ja, en hoe was dat dan voor het meisje zelf om dat te spelen? Want dat is best wel... Het is best wel een taboe, dus dat moet denk ik ook moeilijk zijn om zo'n dingen te spelen. Hoe was dat voor haar? Nou, het was haar allereerste rol. Ze had nog nooit gespeeld, dus het was haar eerste rol. Ja, dat was heel goed. Ja, vonden jullie het goed? Ja. Dat is ook een moeilijke rol. Ja, maar het heeft zij zo goed gedaan. Ik was ook echt, ben zo trots op haar. Ja. En wat wij vooral hebben gedaan eigenlijk van tevoren is... Die hebben we heel veel gepraat. Dus zij heeft zelf geen menstruatiearmoede meegemaakt. Maar ze vond het wel heel belangrijk om zich in te verdiepen. Dus we hebben echt heel veel gekletst samen. En dan vooral over waar zij zich voor schaamde. En hoe zij met haar menstruatie zat. En gewoon alles. Dus ze moest alles op tafel leggen. En dat heeft ze supergoed gedaan. En vervolgens heb ik haar dan ook naar de voedselbank gebracht. En heb ik haar ook echt in de lijn laten staan om voedselproducten op te halen, echt om haar echt het gevoel te geven van dit is om het te ervaren. En
ja, zij is gewoon ook een heel lief en open meisje. En gewoon een hele goede actrice. Dus zij is dat echt... Ja, ik ben heel trots. Heel goed gedaan, ja. En hoe oud was zij? Zij was 16 toen, ze het ging, toen ik haar heb gecast. En 17 toen we het gingen opnemen. En zij is nu 8. Nou, nee, is niet waar. Nee, zij was 16, sorry. 16. Of misschien, ja, ik weet niet, 16, ik weet niet, 16 of 17. Ten slotte zagen we in de credits bij Dank veel mensen met jouw familienaam. Welke rol speelde jouw familie in het maken van de film? Ook een leuke vraag. Nou, mijn familie heeft me gewoon ten eerste heel erg gesteund. Want het was best wel een zwaar, nou niet een zwaar, maar het was mijn eerste film na school. Dus ik vond het vooral heel spannend of het allemaal wel goed zou gaan. Ik dacht, oh, ik weet niet, ik was ook een beetje bang van ja, straks wordt het helemaal niks. En dan kan ik nooit meer film maken. Dus ik was een beetje bang. En mijn familie was gewoon altijd bij mij en altijd heel lief voor mij en mij heel erg gesteund. Dus ik vond het belangrijk om ze op de aftiteling te zetten. Mm-hmm. Ik denk gewoon meer mentale steun voor mij. Maar ze hebben niet per se... ze hebben niks eigenlijk voor de film. Oh ja, wel gefigureerd. Mijn moeder heeft gefigureerd in de supermarkt. en mijn broertje bij de voetenbank. Maar dat voor de rest eigenlijk niks. Ja, iets al wat jij al heel lang wou doen, een film maken, is dat echt zo'n droom geweest? Of? Nou, toen ik ging afstuderen op de HKU, dat is een soort van kunstacademie in Utrecht, toen had ik een film gemaakt en dat was toen ook een mooie film. Toen dacht ik wel, oh, dit vind ik wel echt heel cool om te doen. Het ging over meidenvenijn, dus over hoe meisjes een beetje onderling vervelend tegen elkaar kunnen doen. Ik weet niet, misschien herkennen jullie dat ook wel. dat had ik zelf vroeger erg meegemaakt. Dus ik wilde gewoon na school heel graag weer een film maken. En toen ja, ging dit eigenlijk best wel snel. En toen dacht ik wel, ja, dit vind ik wel het allermooiste ooit om te doen. Het is wel echt iets wat ik heel tof vind. Want willen jullie ook film maken? Zijn er regisseurs in de zaal? Ik vind dat wel interessant, maar ik weet niet, ik vind dat ze ook wel een grote druk of zo om zo... Ja, ik ook. Ja. Wat ik eigenlijk ook nog afvroeg, hebben jullie die film dan moeten opnemen tijdens de coronaperiode? Of hoe ging dat dan? Want dat was toch... Ja, het was inderdaad tijdens de coronaperiode. Dat hebben wij vorig jaar maart gefilmd. Dus maart 2021. Toen was inderdaad corona. Oh ja, toen moesten we, het is wel een beetje weer een tijdje geleden, maar toen moesten we elke dag naar de set. Moesten we zo'n stok in onze neus. Oh. En er was zo'n hele vervelende coronavrouw op de set. En dan, als je dan te dicht bij elkaar stond, zoals ik dan te dicht naast de cameravrouw stond, wat je natuurlijk doet, want je bent natuurlijk met elkaar aan het overleggen, dan kwam zij alweer. Dus, ja, en ik werd daar ook een beetje vervelend van. Dan ging ik zo juist de hele tijd naast haar staan. En ja, je wordt ook een beetje clear, alsof je een soort van juf de hele tijd naast je hebt. En we moesten mondkappen op. Oh. Ja, het was echt... Als ik er nu aan terugdenk, was het echt zo verschrikkelijk. Maar ik weet dat het ook wel was. Het was... Er was niemand mocht werken, hè? Dus alles was dicht. Dus wij waren ook wel echt heel blij dat we konden draaien. Dus we waren ook wel blij dat we in ieder geval een film konden maken. Ja, want we waren al een keer uitgesteld. Dus we zouden het eigenlijk in november 2020 draaien. En toen kon het natuurlijk echt niet, want toen was het heel erg. Yeah. Dus toen moesten we uitstellen. En toen was ik heel blij dat we gewoon konden filmen. Okay. Ja. En wanneer begint het filmfestival? Is het de overgang van oktober naar november? Ja, ik denk het ook. Dat is ook met Halloween en zo gebeurd. Ja. Heel leuk. En tenslotte, kan je ons al iets vertellen over je volgende project? Ik ga in september een nieuwe film maken. Mm. Een nieuwe korte film. En dat gaat over een moeder en een dochter. Een meisje van 17 ook weer. Ja, dat is blijkbaar iets wat ik dus heel leuk vind om te doen. Een meisje van 17 die een hele hechte relatie heeft met haar moeder. En die eigenlijk helemaal gek wordt van haar moeder, omdat haar moeder zich met alles bemoeit de hele dag. Dus die besluit om in Zuid-Frankrijk een talencursus te gaan doen. Maar dan heeft ze nog wel één keer haar moeder nodig om haar dan naar Zuid-Frankrijk te rijden met een busje. Dus het is eigenlijk een roadfilm
over ja, een beetje afscheid nemen van elkaar. En ook hoe moeilijk dat is om op te groeien. Maar dat het ook goed is om op een gegeven moment los te komen van je ouders. En dat is een korte film. En ik ben een speelfilm aan het schrijven nu. En dat gaat over alcoholisme bij ouders. Dat wordt ervaren vanuit een kind. Een meisje van 17, 15 denk ik. Dus ik ben nog aan het schrijven. Maar ja, wel weer een maatschappelijk probleem. Ja. Dat van de moeder en het kind. Ik herken dat wel in een vriendin van mij. Oh ja? Wat dan? Dat is een vriendin. En ze heeft geen vader meer. En haar mama is dus het enige wat ze nog heeft. En ze is daar heel hecht mee of zo. Maar soms op school is ze daar wel voor bezig van... Ja, ik hou superveel van mijn mama en zo. Maar soms is dat irritant als ze de hele tijd bemoeit met mijn zaken. Ik begin ook al oud te worden. En ik kan ook wel op mezelf letten en zo. En bla, 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 bla. Dat is altijd waarom. Ja. Ja. Dus ik herken het wel. Oh ja. Ja, dat hebben heel veel... Ja, het is iets ook wat best wel veel voorkomt. Het is ook heel moeilijk, denk ik, om je kindje op een gegeven moment los... Ja, dat zullen jullie ouders vast ook moeilijk vinden op een gegeven moment. Maar sommige moeders staan er dan een beetje in door of zo. En ik had dat heel erg met mijn moeder. Dus dan dacht ik, nou, volgens mij is het mooi om daar een film over te maken. We gaan er zeker kijken. Ja, ja, heel leuk en interessant. Omdat het ook... Zo leuk. Wat hebben jullie allemaal leuke vragen gesteld? Ik vond het heel leuk. Hebben jullie voor ons misschien? Heb jij nog een vraag voor ons, ja? Ja, eigenlijk wel. Want hoe moet ik jullie rol voor me zien? Jullie zijn de ambassadeurs van het festival. Maar hoe moet ik dat... Wat doen jullie allemaal en hoe ziet dat er allemaal uit? Sommigen zijn nog maar net aangesloten. Dus degenen die het al wat langer doen, kunnen misschien een beetje vertellen. Ja, met de... het ambassadeurschap bij Filemon houdt eigenlijk... een beetje in. Filemon is gericht voor kinderen en voor jongeren. En daarom is het ook super interessant om het door jongeren te laten organiseren. Dus eigenlijk, je hebt eigenlijk een hele ploeg binnen Filemon, waaronder Sandra en nog vele anderen. En zij gaan eigenlijk met ons soms bespreken van, oh, wat denken jullie daarvan? Of bij het festival bijvoorbeeld, hoe zouden we jongeren kunnen bereiken en naar ons brengen? Want wij zijn jongeren, dus we zijn het beste publiek om in jongeren hun rol te denken, zeg maar. Van hoe ze het Filemon Festival zouden willen beleven. En dan gaan we ook mee het festival verspreiden. Dus tegen mensen zeggen van, hallo, word jury bij een aantal films. En spelletjes organiseren, want er is bij elke film dus ook een jongerenjury. Oh, wow. Waarin zij dan eigenlijk de films gaan bespreken. En wij als ambassadeurs gaan die gesprekken dan ook wat leiden. En zorgen dat iedereen het naar hun zin heeft. Ja. Dus voilà. Heel erg leuk. En wat goed als jullie dat doen. Echt te gek. Ja, superleuk. Echt te gek. Ja, superleuk. En jullie zien ook alle films dan, denk ik. Dus jullie hebben echt heel veel gezien. Ja, ja, zeker. Super tof. Leuk jongens, ja. Goed bezig. Dankjewel. Tof dat je tijd kon maken voor het interview. Ja, natuurlijk. Heel interessant. Ja. Oké. Okay. En als er altijd nog iets is, dan Sandra heeft mijn e-mailadres, dan kunnen jullie me altijd mailen als je dat wil. Dankjewel. Oh, dat is heel lief. Okay. Fijn. Veel plezier, zet hem op en we gaan elkaar nog wel spreken. Oké. Okay. Ja, okay. Zeker. Bedankt. Tot de volgende film. Dankjewel. Doei.